Theo Video. Ze noemen mij zo omdat ik altijd met die camera in de rond te lopen. Ik ben namelijk een van die guitige personen die altijd van die kostelijke filmpjes opstuurde aan het programma van die Linda van de Mol. Van dat je de leukste tijd moest wezen. Met die home video filmpjes, weet u wel? Oh, ik heb er heel wat gemaakt van die filmpjes hoor. Kleine kinderen die op de reet vielen. Oude mensen die tegen een boom knallen, weet je wel. Maar ja, daarom denk ik, neem hem hier ook even mee naartoe. Want in zo'n theater kan ook van alles gebeuren. Hoe vaak laas het er niet even op begonnen. Nou, je moet altijd opletten, als het gebeurt moet je gelijk vastleggen. Want bij die Linde van der Mol kun je zo 10.000 gulden vervangen voor zo'n filmpje. Nou, ik heb al heel wat filmpjes opgezuurd aan die Linde van der Mol. Maar er is er nog nooit één uitgezonden. Waarom begrijp ik ook niet, want de een was nog leuker dan de andere. Ik heb nou weer een paar van die filmpjes voor haar. Die stuur ik ook weer anderen op, maar als deze hem ook weer niet aangezonden wordt, dan is dit wel de laatste keer geweest. Ik doe er dan ook een pittig briefje bij. Waar heb ik hem? Ik heb het net zitten schrijven. Oh, die ligt daar nog. Hallo. Ligt daar die brief van Linda van der Mol? Ik heb net een briefje zitten schrijven, want begrijp je nou zelf ook niet dat je vreselijk in de weg staat met dat ding? Hey, Linda van der Mol. Een brief van Linda van der Mol. Heb ik net zitten schrijven? Een brief van Linda... Nou, of die water ziet branden. In ieder geval, ik heb geschreven aan die Linda van der Mol. Nee, je krijgt geen vis meer. Ik heb geschreven aan die Linda van der Mol. Dat ik, wat is er nou? Heb je weer een tekening voor me gemaakt? Ik word er gek van. Weer een tekening. Nou, is weer niet lijken hem terug. Hoe kom jij nu aan die brief? Die had daar met... Hoe kom jij nu aan die brief van hem? Wat? Zit het nou beter in je nieuwe gebied? Blijf het nou goed zitten, ja. Ik heb geschreven aan die mevrouw de Mol. Beste Linda. Kan mij schelen. Het afgelopen seizoen heb ik weer met spanning zitten kijken naar jouw programma De Leukste Thuis. In de hoop dat er nou eindelijk van mij eens een keer een filmpje tussen zou zitten. Maar nee hoor, ben je niet. Hoe kan dat? Waren mijn filmpjes soms niet leuk genoeg? Mijn filmpje waarin je een jongen op de fiets met een valkman op zijn hoofd fluitend onder de tram terecht ziet komen, was toch wel een regelrechte gillen, dacht ik zo. Maar uit zijn de oma. En dan de filmpjes die ik op onverwachte momenten van mijn vrouw heb gemaakt. Die waren er ook om gek te worden zo leuk. Neem nou die ene toen ze in Artis door een gorilla dwars door de tralies de kooi werd ingetrokken. Die gorilla trok al haar kleren van het lijf terwijl zij riep, help, help, wat moet ik doen? Je hoort mij dan duidelijk van achter de camera roepen, zeg maar dat je hoofdpijn hebt. Maar uitzende homa. Trouwens, wat te denken van die opname van mijn zus, die tijdens haar optreden als hartsepoester in plaats van haar glazen muiltje haar glazen oog verloor. Wat hebben wij daarom gelachen? Oh ja, ja. Wie heeft dat er nou tussen je te schrijven? Oh ja, ja. Heb jij dat er nou net tussen je te schrijven? Oh ja, ja. Jongen, moet ik daar aan lachen, zeg. Daar moet ik wel even enorm om schudden buiken, hoor. Heeft hij met een polootje, hij. Heeft hij met een polootje, oh ja, ja, ertussen geschreven, hij. Heel knap. Heel knap. Sowieso knap, een muzikant die kan schrijven. Wat hebben wij erom gelachen? Oh ja, ja. Ik stuur u weer een klapper op, Linda. Maar als deze nu ook niet aangezonden wordt, dan is dit wel de laatste keer geweest. Deze keer heb ik mijn zwager gefilmd, terwijl hij nieuwe dakpannen op zijn dak aan het leggen is. Alhoewel, zover komt hij niet. Oh nee, nee. Je moet hulp gehad hebben, dat kan niet anders. Geen mens kan twee van zulke knallers achter elkaar verzinnen. Met wie heb je dat gedaan? Met het hele spul, met 12 man, met het hele orkest. Heel knap. Met 12 man heb je van oh ja, oh nee gemaakt. Geweldig. Komt wat humor omhoog, hè, uit zo'n bak. Oh, dat is gier, hoor, daar beneden. We noemen het dan ook wel eens de gierput.
Alhoewel, zover komt hij niet. Oh nee? Nee. Zodra mijn zwager op het dak is aangekomen, glijdt hij namelijk meteen uit. Hij slaat met een dubbele salto achterover het dak af. En alsof dat nog niet leuk genoeg is, komt hij ook nog even terug. Dat kwam omdat hij op de drooglijnen terecht was gekomen. Daarna gaat hij in één keer naar beneden met een enorme klap dwars door het gesloten open dak van zijn nieuwe Fiat Panda heen. Hij breekt daarbij zijn arm, zijn been, zijn gebit en zijn nieuwe bril. Wat hebben we gelachen. Oh ja. Ja. Daar hebben wij enorm op gelachen, ja. Wij wel, ja. Er komt op dat moment, Linda, een ambu... ziekenwagen langs. En die zien mijn zwager daar de lambada leggen doen. Dus die beginnen meteen de strijkplank uit te laaien. Ik denk, laat ik dat er even bij filmen, Linda, dan heb ik een afgerond verhaaltje. Goed dat ik dat gedaan heb, want bij het inladen van mijn zwager gleed een van die zieke broers uit en kwam met zijn voorhoofd op de bumper van zijn eigen ambu-ziekenwagen. Bloeien die vent als een fontein. Nog link ook natuurlijk, want als je niet uitkijkt komen die spetters op je lens. En dat zou je altijd zien op zo'n moment. Niemand in de buurt om te helpen. Ik kon ook niets doen. Waarom niet? Ik moest blijven filmen! Lees het dan! Dus mijn zwager was op dat moment de enige die zich nog een beetje kon bewegen. En die moest dus in zijn eentje die twee zieke boos in die ambu-ziekenwagen hijsen. En dan zelf mee naar het AKK-ziekenhuis rijden. Nou, dat viel niet mee met een gebroken benen, een gebroken benen, een gebroken arm met een gebroken bril. En de wegvragen ging ook moeilijk. Hoezo? Omdat zijn gebit in tweeën lag! Oh ja? Ja. Dus toen dacht ik, daar komt niets van terecht, Linda. Laat ik toch maar even helpen. Toen ben ik uit de struiken gekomen en heb je met heel veel moeite uiteindelijk met z'n drieën op de tram gezet. Al met al, Linda, een knal van een filmpje voor jouw nieuwe programma. En ik hoop dan ook dat je het nu eindelijk eens een keer uitzendt. Oh ja? Ach, gaat op je kop.